Benjamin, winst gepakt van René Eidams. Eindelijk een potje gewonnen op de Eurotour. Ben je er blij mee? Winnen is winnen. Ja, ja, prima toch? Ja. Iedere keer kwalificeer je wel voor de Eurotour. Dat is al in principe al lastig genoeg. Betekent dat nog iets voor jou dat je nu dan wel dat eerste potje pakt? Of had je dat eigenlijk ook de andere keer gewoon moeten doen? Ja, je stelt heel feitelijk de vraag die je zelf kan beantwoorden. Ik bedoel, volgend jaar gewoon de wedstrijd kunnen winnen natuurlijk. Maar goed, het hoort allemaal bij de toernooi. Over allemaal bij de wedstrijd. Maar het is mooi dat je dan hier een Zwolle wint. Ja, want je zocht veel contact met de zaal achterin. Natuurlijk alle Nederlanders voor jou. Wie zaten er voor jou in de zaal vandaag? Ja, mijn vriendin en mijn ouders. En nog wat vrienden. Ja, en die hebben genoten van jou, neem ik aan. Nou ja, winnen is altijd genieten, hè? Ja. Je bent ook uitgenodigd voor het World Series toernooi in Amsterdam. Was het in Amsterdam? Ja, volgens mij in Amsterdam. Is dat ook iets waar je naar uitkijkt? Was je verbaasd toen je uitgenodigd werd? Of? Nee, ik wist al toen het eruit kwam, dat de eerste best acht Nederlanders eruit kwam, zeg maar. Dus dat was prima. Maar goed, het is naast de arena en wie wil er nou niet spelen? Ja, dat gaat sowieso een feestje worden. Even kort terugblikken op je seizoen. We kennen natuurlijk ook, je hebt een jaartje ook in het World Cup van Nederland team gespeeld. Hoop je dan nog op dat level terug te komen? Dat je gewoon weer een keer voor Nederland kan spelen? Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk iets moois wat je mee kan maken. Ja, voor je eigen land uitkomen is altijd mooi. Precies. Nou, Jermaine, veel succes.